zit gewoon in het riool. Oh my god. Oké, ik hoop niet te verdwalen. Welke kant gaan we? We gaan die kant op. Ja, ik word dus nog steeds gezocht, hè. Maar het is nu zo laat in de avond, zoals jullie kunnen zien. En ik dacht echt, alle guards zullen toch wel slapen. Ik ga gewoon nog eens een keer proberen om hier rond te lopen. En dan gaan we gewoon wat rioolgaten in. Want ik weet dat hier in de buurt rioolgaten zitten. En volgens mij daar ook, want ik zie daar andere stenen. En dan gaan we kijken of we kunnen inbreken. En ik ben echt heel benieuwd hoe ver we komen en of ik überhaupt gepakt wordt of gesnapt wordt. Ik word natuurlijk gezocht. Maar ja. Gezocht worden. Dat worden we allemaal toch wel eens. Ga gewoon even kijken. Want hier hebben we dan... Niemand in de buurt. Nee, het is een rioolgang. En dan gaan we gewoon kijken of wij hier gewoon doorheen kunnen. Oh my god. Ik zie daar een deur open. Oh my god. Waar is het water? Zit er geen water in het riool? The fuck? Straks loopt het gewoon dood. Dan ben ik helemaal voor niks hierheen gegaan, hè? Oké, even kijken. Oh, nee! Het is er wel! Oh my god! Oké. Zit er gewoon in het riool? Oh my god. Oké, ik hoop niet te verdwalen. Welke kant gaan we? We gaan die kant op. Oké, ik hoop niet dat ze me zien. Kijk hoor. Ja, nou zitten we met het feit dat dit... Hé, wat is dit? Dispenser. Oké. Wacht even, dit is die dispenser waar ik met Bart... Wacht, dat was hier dan. Kon je zo naar boven? Ja. Oh, maar dit... Dat is dichtgemaakt. Wat? Oké. Deze dan. Oké, ik moet niet verdwalen, want dan vinden ze me alsnog hier. Nee. Is ook dicht. Er moet toch een manier zijn om... in te kunnen breken. Want normaal gesproken wil je uitbreken in de prison, maar ik wil gewoon inbreken. Oké. Even kijken. Even eten. Zo. Wat is dit? Kool? Vol of zo? Er zit overal zit dat. Oké, nou, gewoon even kijken. Ik denk niet eens dat we ergens eruit kunnen. Wat is daar? Oh! Wat? Dit is een waar je een flesje kan vullen. Oh god, dan is dit, als dat nog steeds zo is, dan is dit die... Wat was nou? WC. Dan is hier... Dan zit ik boven onder de celblokken. Oh my god. Ik ga gewoon kijken, want er moet toch ergens een plekje omhoog zijn. Kom op, ik wil gewoon even... Even een keer in plaats uit inbreken, ja? Oeh. Wat is dit? Waar zijn we? Dit is in een cel. Kijk, dit is in een cel. Ik kan hem niet openen, want ik heb geen sleutel natuurlijk. Oké. Oké, ja. Dit is best wel lang als je hier heel de tijd doorheen moet lopen en zoeken. Want ik heb echt het idee dat alles goed dicht is gedaan. Maar dit was toch ook open? Hoe kan het dan dat wel open is? We moeten gewoon echt elk gangpad afgaan. Als ze die zijn vergeten, dan zullen ze vast iets anders ook zijn vergeten. Wat is dat?
Oh, daar kunnen we ook afslaan. Het lijkt ook echt allemaal op elkaar. Die kant is in ieder geval niet bereikbaar. Dus dan gaan we gewoon hier proberen. Oh, dit is echt zo lang. Nou, we hebben rechtdoor. Dit is... Ah, weer een lange gang. Oké, dit is in ieder geval niet dat we af kunnen slaan. Dus we... Wat is dit? Gaat die... Oh nee, dit is zo lang? Mijn god. Oké, we gaan die kant maar op. Dit kan echt wel eventjes duren. Volgens mij zitten we nu ergens onder de lockers. Wacht even weer. Die deuren zitten dicht. Dit is ook niet, dit is alleen een gangpad. Nee, dan is dit ook niks. Oké. Zo moeten we een beetje het allemaal afwerken. Waar we wel en niet kunnen lopen. Daar is het ook doodlopend. Oké, dan hebben we dit stuk ook gehad. Er moet toch ergens een ladder wezen die naar een uitgang leidt. Of ingang. Ingang natuurlijk. Oh, ik viel in het water. Oké. Die kant rechts hebben we gehad. Ja, dit hebben we gehad. Dan gaan we die kant op. Oeh, ik ben zo nieuwsgierig, hè. Of dat kan. Oeh, er ligt een gezicht. Oké. Eerst deze kant afwerken. We gaan gewoon elke keer links afwerken. En als we dan iets zien, dan... Nee, dit is doodlopend. Oké, dan gaan we die af... Vinken? Vink? Of zo. Oké, hebben we die... Wacht even. Ja, we konden ook nog die kant langs. Ja. Oké, waarom loop ik tegen die muur aan? I don't know. Oké, wat is hier? Wat is het? Oh, wacht. Hoorden jullie dat ook? Ik hoorde een hoppersysteem heen en weer gaan. Oh, hier. Horen jullie dat? Ik hoor het echt. Ja, ik hoor echt van die hoppers. Of van die dingen. Oh mijn god, waar ben ik? Ik zie daar een bordje. Ik moet daar heel even kijken wat er staat. Tip, de uitgang ligt geen... Huh? De uitgang ligt geen water. Goed gezegd. Oké, ik loop nu echt overal en nergens heen. Dat is niet slim voor mij, maar ik hoorde serieus... Ik schrik elke keer van dit. Ik hoorde serieus een soort pressure plate-achtig systeem, redstone systeem. Ja, hier ben ik net geweest. Oké, dan hebben we dat ook gelijk gezocht. Nou, die kant even. Pff, jullie zien deze aflevering echt alleen maar riool. Maar ja, we moeten toch even kijken waar ik heen kan. Wat is daarachter? Je kan dus gewoon echt serieus hier naar binnen lopen. Dus ook doodlopend. Ik heb tot nu toe nog geen guard gezien. Ik hoop ook niet dat ik ze zie, want ik wil niet de prison in. Alhoewel, stel, jullie mochten kiezen. Willen jullie dat ik weer de prison in ga of niet? Laat het me even weten. Want dan weet ik of jullie dit leuk vinden. Want ik wil het. David wil het niet. Maar ja, ik vind het wel leuk. Maar aan de andere kant vind ik het ook weer niet leuk. Want ik kan niet verder komen in mijn doopje anders met negatief VOG. Maar ja. We gaan eens even kijken. Daar hebben we weer een... Wat is dit? Wat is dit? Oh mijn god. Dit is de buitenplaats. Hier ben ik toen ingegaan. Oh, jammer dat die dicht is. Oh, ik wil eten. Dan kan ik eten. Oké. Ja. Dat lukt dus niet. Oké, ik zag echt een mogelijkheid hierdoor. Maar oké. Een ladder. Een ladder. Nee, is dicht. Verderop is nog een ladder. Daar is ook een ladder. Ik ga eerst deze ladder pakken.
Ook dicht. Oké, okay, volgende ladder. Oep. Zo, please. Man. Maar inmiddels ben ik de uitgang ook kwijt. Dit wordt nog wat. Oké, okay, we gaan nog eventjes rondlopen, want... Oeh, ik dacht echt, wat ligt daar? Oh mijn god. Tik-tak, jullie moeten... Jullie hebben één kans, meer niet. MBM. Dus ik heb nog één kans. Ik heb nog één kans om in te breken of uit te breken. Wat is het? Oké, wat is dit? Come on, gravel. Dit is wel een heel andere kant weer. Er moet er ook ergens nog een brug wezen naar de mensen die werken, zeg maar. Alleen, waar is dat? Misschien om dit hoekje. Om dit hoekje. Ik praat echt goed Nederlands. Oh, Mirelius. Oh, er liggen hier heel veel. Oeh. Hallo. Wie is dat? Oh, zombie. Daar is die brug. Oh, daar is die brug naar de mensen toe die hier werken. Even kijken wat hier allemaal is. Wow, je kan wel merken dat je hier ergens zit waar veel kisten zijn. Dus we zitten nu onder de lockers. Dan heb ik altijd een beetje lag, dus blame mij niet daarvoor. Ik ben bezig met een nieuwe PC kopen. Dus rustig maar. Niet helemaal gek gaan in de reacties. Hey, hey. Oké, we gaan hier langs. We zitten gewoon echt hier. Hier lopen de guards overheen, hè? Oh my god. Ik ben gewoon echt zo close van in de prison worden gezet. Terwijl ik juist hier ben om in te breken. Dat klinkt heel raar. Een ladder. Ben ik daar net al geweest? Ik ben de weg kwijt, jongens. Daar is dat. Oké. We gaan nog even kijken waar die ladder... Of dat dingetje hier zo heen gaat. Misschien kan ik daar op de zijkant opkomen. En ik het langs. Ik scheid echt drie kleuren. Of zeven, hoeveel je ook maar wil. Wat is dat voor lang... Oh mijn god, ik ben hier nog lang niet jarig. Oké, het is echt een riolige afdeling. Afdeling? Aflevering? Ja, ook een afdeling hier zo. Ik zie hier nog iets. Alweer dicht, maar hier ben ik toch net al geweest? Ja, hier ben ik net al geweest, denk ik. Als het goed is, zat hier die hopper. Ja, hier ben ik net geweest. Oké, dan gaan we die kant op. Waar kwamen we net weg? Oh, ik ben echt verdwaald. Ik ben verdwaald, jongens. Oh. Oké, jullie weten trouwens dat ik nog vast zat bij Mirk Cyron in dat dingetje. Ik heb niet doorgehad dat er gewoon een ladder naar buiten was. Dus daarom begin ik nu hier ineens weer. Daar is ook een ladder. Ik hoop dat dat de uitgang is. Ik hoop dat dat de ingang is. Ook niet. Oké, okay, ik weet het niet meer. Ik weet niet meer waar ik heen moet. Volgens mij hebben we een probleem. Want waar is de uitgang dan? Ik had koorts om te opschrijven. Dit is echt shit. Sorry. Dat is die weer. Ik zie daar ook een ladder. Hopefully is dat eentje omhoog. Anders weet ik het echt niet meer. Dan hebben we volgens mij bijna alles gehad. Oh man, ik dacht dat die open was. Het leek echt alsof je heel even zo... Dat, nou ja, het leek zo. Zo.
Ja, ik heb een probleem. Ik denk niet dat ik nu nog hieruit kom, tenzij ik echt heel lang ga rondlopen waar die ene deur was die open was. Of die dan nog open is, weet ik niet. Ik weet natuurlijk ook niet of hier guards lopen. Shit, waarom ben ik hier aan begonnen? Oké. Hier ben ik ook al geweest. Oké. Ik kan ook niks achterlaten, zoals een eten iets of zo, want dat zien ze. En ik denk ook dat dat weg wordt gehaald door de ratten gelijk. Oké, we gaan nog eventjes naar die brug daar, want daar moet misschien een deur openstaan van de guard zelf. Dit is het stukje waar de guards zo naar beneden lopen. Maar er moet toch dan een ingang wezen voor de guard zelf om hier in te komen. We gaan die kant kijken. Hè? Nou, ik weet het niet meer. Ik denk dat ik gewoon echt serieus vastzit. Again, de vorige aflevering begon ook, of eindigde ook met dat ik vastzit. Oh. Oké, plan B. Blijven zoeken tot je een uitgang vindt. Dat is heel makkelijk gezegd dan gedaan. Wacht even, het was toch ergens dat je helemaal eroverheen moest klimmen? Ja, dat klopt, dan moest je helemaal overheen klimmen. Oké. Maar wie ben jij? Ach, dat was de villager. Man. Nee, ik weet echt niet hoe ik erin kom. Hoe kom je een prison in? Ik bedoel, ik was al heel ver. Ik was echt heel ver. Maar. Nee, ik ben gewoon echt verdwaald. Ik ben verdwaald. Oh, wacht. Ah, nee. Ik dacht serieus dat dit het was. Ah, nee, ik ben dus echt verdwaald. Oh, verdwaald in het riool, in de prison. Dit wil je niet. Oh, ik ben heel moe. Het is laat in de nacht en dit plan is gefaald. Damn. Straks is meer Xyron hier. Oké, ik ga heel voorzichtig. Als je mij ziet, dan ben ik denk ik dood. Dan ben ik echt dood.